Hallo, good morning. We zijn vandaag donderdag. En ik heb zo dadelijk opnames voor een mini-reclamespotje van iRobot. Ik ben nog wel aan de kapper. Ik heb gisteren een masker in mijn haar gedaan. En dat is blijkbaar heel goed ingewerkt. Maar dit is dus mijn haar. Als ik het niet brush, dan ben ik een ontplofte poedel. Of zoiets. Ja, een beetje summer ways. En het gaat 36 graden worden, dus Henri Constant heeft een Marcelleken aan. Ja, een Marcelleken. Mooi, hè? Fris aan de armpjes. Maar ik ga hem dadelijk na de opnames terughalen van school, want zo'n 36 graden en dan om in de klas zitten. Dus na de opnames ga ik hem terughalen. En dan gaan we zwemmen, een vriend. Oké. We zijn nu bezig met de making-of van het filmpje van iRobot, dat ik zo net heb opgenomen. Ja, heel veel beeldmateriaal. Echt een super product, iRobot. Ik zal echt niet meer zonder kunnen. Ook George is helemaal gek van de iRobot. Free taxi drives. Applaus voor de Vlaamse stemmencast van Cars 3. Hier is Ella Leijers, Julian Boeva, Jan Schepens, Ivan Pechnik, Karel de Ruwe en Nicolien Dummel. En uiteraard ook Frank Hoelen, Jo Leijers, Ruben de Boel, Jan-Willem Verkuil, Nick Leijers en uiteraard Steven van Bellingham. Koersdag, niet van mijn man, maar van Thibaut. Vandaag is het te doen in Grazen, dichtbij Gebet. Ik denk, Vlaams-Brabant? Of is dat Limburg? Vlaams-Brabant, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, ik ga nu een sterke ontbijt gaan halen, want hij moet haverkoeken hebben. Haverkoeken, of zoiets. Zot. We gaan dat nu halen en dan ons klaarmaken om dan te vertrekken naar daar. En vandaag ben ik alleen zijn en enigste assistent, coach, verzorger, slash van alles. Ja, mijn ouders kunnen niet. Dus ik moet het allemaal doen. Het gaat spannend worden. Je gaat die koers gewoon winnen, hè, als ik dat doe. Nee, Harry? Harry is aan het nagelbijten. Nieuw hobby van Harry, nageltjes bijten. Voilà, nu ben ik... Ik heb net de fiets helemaal in de auto gepropt. Normaal gezien heeft mijn papa altijd een heel mooi fietsrekje. Ik dus niet. Ik hoop dat ik alles mee heb in mijn frigobox. En dan daar ligt het materiaal. Ah, en het koersgrief.
durf, allez, echt. Volgens mij ga ik echt iets vergeten. Ik heb het gevoel dat ik iets ga vergeten. Ik mag vooral Thibaut niet vergeten. Maar... Okay, we zijn vandaag maandag en normaal gezien moet ik mijn vlog gaan monteren. Maar gisteren was het een beetje een drukte van je welste. Ik heb daardoor ook niet kunnen vloggen, want mijn oudste zoon heeft een kleine wielercrash gehad. Hij zit hier nu naast mij. Voilà. En ja, hij is een beetje zwaar gewond. Elleboog, knie, zijn gezicht. En nu zijn we bij de sportarts voor een check-up. Ik heb gisteren meegenomen uit het ziekenhuis uit een lichte hersenschudding. Maar dat valt allemaal wel goed mee. We gaan nu voor een check-up. Thibaut, sporter is gezond? Heb je veel pijn? Je mag wel iets zeggen, hoor. Ik denk dat hem pijn heeft. Niet verlegen. Ja, Thibaut, je moet niet verlegen zijn. Heb je veel pijn, Thibaut? Waar heb je pijn? Je hoofd? Je arm. Je been. Andere vraag. Waar heb je geen pijn? Harry, is Thibaut verlegen? Nee. Jij niet, hè? Kan jij eens vertellen waar Thibaut pijn heeft? Nee. Overal. We zijn hier, Annemie, waar zijn we? In het kasteel Saint-Gerlach in Valkenburg. En wat komen wij hier doen? Chapeau au Château. Het 20-jarig bestaan van het glossy magazine Chapeau Magazine. En ik mag vandaag mee als date met Annie. En ik schrijf daarvoor een cover. Een cover? Oh, grammakers, een column. Een column. Ik ben nu al zat. Oeh. Laten we nog beginnen. Zullen jij al beginnen drinken in een auto? Nee, maar zo klinkt het wel. Ja, ja. We gaan nu stoppen. Chapeau au Château. Dan had ik helemaal een probleem gehad. Dan had ik het niet gezegd voor jaren. Dankjewel. En dat is ook handig. Nee, maar. En waarom? Ja, je zag hem niet. Je zag het niet gebeuren met hem. Nee. Dat is gek, hè? Ja, ik zie het wel. Kan gebeuren. Mijn lichaam. Harry, waar zijn we nu? Papa auto. Bij papa? Ga maar snel naar papa toe. Hands tuning. Hoe is het? De grote baas. Zeg, kun je meekijken voor een cadeautje? Ja. Ga samen kijken? Een handje? Wil jij een auto? Of een ander cadeautje? Misschien iets waar je beter in past? Kijk eens, kom eens. Kom eens zo staan. Kom eens tegen me staan. Kom eens tegen me staan. Kijk nu naar papa, zijn buik. Kijk, zie je mijn buik? Ja. Ik moet niet naar mij. Oeh, wat is dat? Wauw, een riekaart. Yes, zit ook niet vast. Wauw. Je eerste kaart. Zeg. Ja. Dat is voor gas te geven, hier is gas. Ja, en even te remmen. Cool, hè? Cool, hè? Harry, ben je blij met je kaart? Dat is de gaskabel. We gaan nu het rapport halen van Henri. Henri gaat naar het tweede kleuterklasje. En we gaan nu naar het oudercontact. Deze week is eigenlijk puur boeken inleveren, oudercontact en zo. Maar ze doen niet echt voort, de mannen. Henri heeft een kaart gekregen. En ze zijn een beetje aan het semmelen.
aan het slenteren, zoals ze zeggen. Ja, nu gaat het komen, hè, Marie. Ja? Oei, oei. Toch een grote jongen nu, hè? Zeg, heb je goede punten? Mr. Top. En heb je goede punten? Nee. Ben je zeker? Ja. Of twijfel je een beetje? Een beetje twijfelen? Nee. Heb je je best gedaan? Nee. Oké, dat is goed, hè.